is vandaag maandag en nee, het is dinsdag trouwens. Het is dinsdag en ik ga zo meteen naar school. Ik heb vannacht echt super slecht geslapen, maar echt heel slecht. Ik ga jullie even neerzetten, want ik heb geen zin om hem in mijn hand te houden. Ik weet niet, ik kon gewoon niet slapen en ik had heel veel in mijn hoofd en het was gewoon echt vervelend. Dus ik ben echt heel erg moe op dit moment. Maar goed, ik heb straks 2 dansvakken, dus ik denk dat ik daarna wel weer meer energie heb, hoop ik. Ik hoop niet dat ik halverwege in ga storten, maar dat gaan we zien. Ik heb gisteren mijn allereerste zangles gegeven en dat was echt heel erg leuk. Echt, ik ben best wel heel erg trots dat ik dat heb gedaan, want ik had echt oprecht nooit verwacht dat ik dat nu al zou doen. Dus ik, ja, echt super tof, was echt heel erg leuk. Ja, vandaag heb ik best wel een lange dag. Normaal weten jullie denk ik wel dat ik op dinsdag een hele chille dag heb. Alleen Tab is nu weer terug in de ochtend. En we gaan vanmiddag repeteren voor het lunchconcert. Dus daardoor heb ik die tussenuren die ik normaal heb, die vallen nu weg. Ik heb dan wel voor theateratelier tijd, dus dan kan ik lekker naar huis koken en eten. Dus dat is wel fijn. En dan vanavond moet ik echt gaan studeren, want ik heb morgen en overmorgen en vrijdag heel erg druk. Want ik ben over 2 dagen jarig. Dus dat is heel erg leuk. Dus ja, ik ga nu lekker naar school. Ik zie jullie later. Nou, goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Mijn ochtend verliep echt top. Ik was gisteravond studeren op school. Toen was ik mijn oplader vergeten. Daar kwam ik 's avonds achter. Ben ik vanochtend dus heel vroeg opgestaan. Want ik dacht, ik ga me niet overkomen dat mijn oplader nu gestolen wordt op school. Dus ik ben letterlijk om 8:30 naar school gegaan om mijn oplader te halen. En die lag er natuurlijk nog, want ik kreeg gisteren pas om 22:00 s'avonds weg. Dus, jee. Mijn ontbijt was op, dus ik moest ook nog naar de Albert Heijn om yoghurt te halen. En nu als klap op de vuurpijl heb ik vanochtend ook nog parfum in mijn ogen gespoten. Het begint nu wel een beetje minder te worden, maar ik heb net echt een uur lang gewoon pijn in mijn ogen gehad. En nu ga ik even inzingen. Eerst bubbelen. Kijk me maar aan met die ogen naar boven staan. Kijk me maar aan met die ogen naar boven. Hij staat niet scherp op mijn hoofd. Nee, dat komt door het licht. Hallo? We lopen nu in Tilburg. In Tilburg. Tilburg City. En we gaan samen eten, want ik ben over een paar uurtjes jarig. Nou, eigenlijk gewoon dat ik een kortingsbon had, maar nou, dat mag je ook zeggen. Verpest nou niet. Waar zou het nou zijn? Hier in de studio. Is dit het? Nee. Oh. Nee, nee, het is hier boven, denk ik. Maar nu zijn we een beetje verdwaald. Het is al traditie. Gaat weer helemaal mis. Oh, het is daarachter misschien. Torba. Oh, het is daar. Waar? Hier is Torba. Dames en heren, het ziet er wel leuk uit. Neem het even van Pamela over, want ik heb alleen niet gereserveerd. Het is heel druk, denk ik. We kijken wel eventjes. Oké, Pam. De batterij is bijna leeg. Oh nee. Oh nee. Nu vind ik het ongemakkelijk hoor. Nee joh. Happy birthday to you! In de Gloria! Jongens, ik had dit zo niet verwacht. Ik ben nog steeds helemaal van de kaart. Door deze mevrouw hier. Niet alleen door mij. En al deze mensen. Ja, dit was dus binnen 3 seconden op. Oh, goede vriendinnen zijn wij. Ja.
Ik heb de onderkant. Ik geloof dat dit een vlog is. Ja, hij doet het. Hij staat rek. Nou, hallo, welkom bij de vlog. Wat ben je knap. We hebben laatst even aan het bellen. Met zijn moeders. En ze moet nog wat aan jullie vertellen straks, maar dat doet ze wel. Maar over 3 kwartier is ze jarig. Oh nee. Maar ze moet toch wat vertellen. Maar zit dat niet al hiervoor? Dat heeft ze misschien al hiervoor geplakt. Ja, dat zou wel hiervoor kunnen zitten. Ik heb geen idee. Ja? Cheers even. Cheers even nog. Wel, ik ben nu weer aan het vloggen hoor. Hij doet het nog hoor. Koen heeft de camera gemold. Jongens, ik ben echt kapot. Het is mijn verjaardag nu. Het is donderdag 24 oktober. Dus ik ben jarig. Ik heb de hele dag niks gevlogd. Maar ik heb gewoon een hele lange schooldag gehad. Ben naar de Vapiano gegaan. Heb ik daar gegeten. Maar eigenlijk was gisteren natuurlijk echt het meest mijn verjaardag. Dat ze dat surprise dinertje voor me hadden georganiseerd. Dus ja, dat was echt fantastisch. Ik had zo niks door. Ja, dat zie je ook in de beelden die ik jullie heb laten zien. Maar ik had zo niks door. En ik heb altijd gezegd van, ik ga nooit een surprise party krijgen. Want dat doen mijn vrienden niet. En ja, ik weet niet. Ik had het gewoon nooit verwacht. Dus zo van genoten. Ik moet er nog steeds even aan denken. Ik vond het zo leuk. Ik heb echt een geweldige verjaardag gehad. En zo meteen komt Anne nog hierheen. Ik ga even lekker chillen. En dan ga ik daarna naar bed. Want morgen nog 1 dagje school en dan morgenavond heb ik ook nog een feest voor mijn verjaardag en zondag weer. Dus het is gewoon echt, ja, niet normaal. Echt niet normaal. Maar superleuk. Dus ik ga wel op tijd slapen vanavond, want ik ben en heel moe en morgen heb ik weer een feest. En dan echt een feest. Die tot heel laat gaat duren, dus ik moet even goed bijslapen. Deze unboxing. Nee, wacht, maar dit is heel... Zitten. Ja, je moet wel zitten. Ik moet wel even zitten. Oké, nou ja, gisteren ben je natuurlijk verrast. Het was mijn idee en door mij ging het ook fout. Dus ik neem ook de schuld op me en ik neem ook de credits. Nee. Dus welke wil je, wat wil je eerst? Nee, die. Eerst deze. Ja, die heb je al op je schoot. Oké. Okay. De kaart. Op de kaart, op de kaart, op de kaart. Oeh. Vind je hem groot genoeg? Ja. Oh, je vrienden staan. Ah, Keesje, wat een schattige foto. Die heeft hij gestuurd, want die ken ik helemaal niet. Even openmaken. Kunnen we dit even in beeld krijgen, Pam? Ja, zo meteen, als je het hebt voorgelezen. Eerst voor. Voorlezen. Voor. Niemand mag dit zien. Lieve, lieve Pamela. Toen jij Judith vertelde dat je nog nooit verrast was op je verjaardag, liet ze dat ze geen 2 keer zeggen. We hebben met z'n allen ons best gedaan, mailtjes met docenten verstuurd. Dit is ook je kanaal van Paul Joosten. Jawel! Maar het is gelukt zoals je kan zien. Lieve Pam, namens iedereen die er momenteel is, gefeliciteerd met je 21ste verjaardag. Momenteel. Gisteren dus. Wij zijn er. We houden van je, liefst van ons allemaal. Ben je hiernaast nog een kiekje om je te laten doen herinneren hoe goed je bent opgedroogd. Ja, maar luister, hier moeten we even voor inzoomen. Ach, wat leuk. Oh, die is ook goed. Ik vind het wel nu al leuk dat dit waarschijnlijk daar staat. En dat iedereen denkt, ah, leuk, even lezen. Deze, en dan zien ze dit. Ja. Dit past gewoon bij je collectie. Ah! Dat is leuk, hè? Ja! Leuk. Die is echt heel leuk. Had je het goed? Ja, bij deze, ik had het goed. Had ze het goed? Nee, jij had gezegd, het is iets kleins en het is handig. Toen dacht ik, het is gewoon die AirPods. Dat is voor mijn AirPods. Ik heb honderd keer tegen jou gezegd dat ik dat wilde hebben. Ja, maar dat kan je niet op AliExpress kopen. En ook niet van leer en alleen maar lelijk. Ik heb het inderdaad niet gezien. Ik had het gekocht. Ik ben er echt heel blij mee. Die hebben we niet. Alleen in Breda. Ik zo, ja, ik woon in Tilburg. Ik ben er echt heel blij mee, want ik was echt jaloers dat jij hem had. Ik dacht wel, het is een zwart voor jou. Ja, beter. Cool. Meer bij mij passen. Nou, ik moet jullie ook nog even dit laten zien. Natuurlijk. Kijk even naar 4. Nou, niet meer kwijtraken. Dat heb ik Pam gegeven. Ik kom niet in beeld, want ik ben lelijk vandaag. Nou jongens, zeg even doei tegen de camera. Doei. Bedankt je vrienden even. Bedankt vrienden. Oh nee, wacht. Ik heb het al 100 keer gezegd. Ik hou van jullie. Jullie zijn de beste. Ik heb de allerbeste verjaardag van mijn leven gehad. Love you. Nou jongens, als Pamela niet vlogt, doen wij het maar. Hè? Hoe is het? Hey.
Ik ben Matt. Ik heb meegedaan aan The Voice. Nee, ik ben thuis, maar ook meegedaan aan The Voice. En aan de iMusical. Ja, maar ik zat wel in het programma en hij niet. En ik zat in de reclame. En jij zat ook in het... Wat is er gebeurd, jongens? Zijn we oh, is Pamela. Ja, ik dacht... In de vlog van ik zat die camera... Want ik had bijna mijn bierflesje op deze camera gezet. Dus ik denk, ik volg even voor haar. Dat moet je niet hebben. Dus jongens, het is gezellig. Traja. Nee, daar hebben we Pamela. Komt in je vlog, toch? Gaat het goed? Gaat het goed? Dit komt in je nieuwe vlog. Dit is zo flauw. Dit leef ik er zo hard. Pamela, we love you. We love you. We hebben er zin in, toch, Traja? We love you, you're perfect. We hebben er zin in, toch? Ja! Goedemorgen, we zijn aangekomen bij dag 4 dat ik mijn verjaardag vier. Vandaag thuis, bij mama thuis, met wat vrienden. Echt vet veel zin in. Ik wilde eigenlijk een 21 diner doen. Maar dat is een beetje lastig omdat iedereen van heel ver komt. Dus we hebben er een lunch van gemaakt. Achteraf ook beter aangezien ik mijn diner al heb gehad deze week. Dus ik ga even laten zien hoe het hier uitziet. Jullie zijn te vroeg. Nee, ze zijn de sleutel gestolen. Wat? De sleutel zat in de deur. Zat hij in de deur? Ja. Nou, dat kan niet hoor. Hallo. Ja. Nou, zo ziet het er dus uit hier. Leuk. Hi. Ja. Is het nu begonnen? Hoeft dat niet. Het is nu begonnen. Ik weet niet zeker of het nou is begonnen. Hallo allemaal, welkom bij de vlog takeover. Ik weet dus niet of het nu is gelukt. We zijn de verjaardag. Ik weet niet of ik nu aan het filmen ben. Ik kan ook een klepje omhoog doen, hè? Oh, ja. Doe maar. Kan je jezelf zien? Oh ja, yes, oké. Okay. Ik heb echt zo onze linkerhand. Ik ben links. Oké, okay, klaar. Wow. We hebben lekker gegeten. We hebben lekker gegeten, zeker. We zijn lekker Pamela's verjaardag aan het vieren. Hallo Martijn, hallo. En we zijn nu lekker nog even aan het chillen. En Pamela is ongeveer de vierde keer of zo dat je deze week je verjaardag viert, hè? Ja, dat is allemaal te zien in de vlog. Nou, dat gaan jullie dan allemaal zien. Fijn weekend, dag. Zo, ik ben lekker thuis en ik zit lekker op mijn bedje met mijn pyjama aan. Zoals je hoort ben ik nog een beetje hees, maar dat komt omdat ik een lekker feestje heb gehad. Dus mijn stem was een beetje gone, maar ik denk dat het morgen wel weer goed gaat. Vandaag is mijn stem alweer super erg teruggekomen, dus het had gewoon heel even rust nodig. Maar ik heb dus echt een super leuke verjaardagsweek gehad. Ik ben echt intens gelukkig. Echt super dankbaar voor de vrienden die ik heb. Die zo ontzettend veel voor me gedaan hebben deze week. Ja, de meest fantastische verjaardag ever hebben gegeven. Dat durf ik echt wel te zeggen. Mijn 18e verjaardag was ook echt super leuk. Maar dit slaat echt alles. Mijn kaartje zat vol. Dus ik moest heel even dingen verwijderen. Maar ik weet niet meer waar ik was. Ja, de verrassing die voor het grootste gedeelte geregeld is door Judith. Echt love you. Ik ben daar nog steeds echt helemaal... Als ik daaraan terugdenk, word ik gewoon echt heel gelukkig. Want het was er echt even een besefmomentje hoeveel lieve mensen ik wel niet om me heen heb. Toen mijn verjaardag zelf, wat super fijn was op school. Vrijdag mijn feest in het stadhuis. Daar heb ik niks van gefilmd, maar dat was ook echt geweldig. Dat is ook wel te horen aan mijn stem. En vandaag had ik nog een lunch thuis bij mama dus. En dat was ook echt heel fijn. Super gezellig, heel knus. Ja, echt weer even iets heel anders. Maar het was ook echt heel gezellig. Ja, ik ben gewoon heel dankbaar voor iedereen die er was. En ik heb gewoon een superleuke verjaardagsweek gehad. En ik had niet beter 21 kunnen worden dan dit. Dus dat is heel fijn. En dan wil ik nog heel eventjes, om deze vlog af te sluiten, nog heel veel ergens over hebben. En dat is dat ik even een tijdje... Echt, ik hoop dat het niet lang gaat duren. Maar ik ga... Even een tijdje stoppen met vloggen. Ik heb nog heel veel video's die ik moet gaan editen en online wil zetten. Maar waar ik nu gewoon geen tijd voor heb. En als ik dan weekvlogs blijf maken, dan stapelt dat allemaal op. En buiten dat heb ik het echt oprecht super druk met school. Ik ben nu ook begonnen met zangles geven. En het is echt oprecht mega hectisch. En ik hou het gewoon allemaal niet meer bij. Ik wil niet dingen half doen. Dus dan denk ik, dan kan ik beter nu heel eventjes niet meer vloggen. En ik beloof jullie dat ik echt terugkom. Maar ik wil gewoon even een pauze voor mezelf inlasten. Want het wordt me echt eventjes te veel. Ik wilde deze vlog nog wel heel graag online zetten. Omdat ik deze week gewoon heel graag op mijn kanaal wil hebben. Omdat het gewoon echt een superleuke week was. En ik... er echt intens van heb genoten. Maar ik hoop heel erg dat jullie daar begrip voor hebben. Ik denk dat het voor jullie ook fijner is dat
ik gewoon even een pauze inlas. Want mijn vlogs worden nu ook gewoon, doordat ik er eigenlijk geen tijd voor heb, echt een beetje afgeraffeld. En ik denk dat jullie dat ook niet willen. Maar ik beloof jullie dat ik heel snel weer terugkom. Want ik ga het waarschijnlijk ook echt heel erg missen als ik het nu even niet doe. En ik ga gewoon alles even bijwerken. En dan kom ik sowieso terug met nieuwe leuke video's. Dus wees maar niet bang. Want ik wil echt nooit stoppen met YouTube. Ik ga nu snel deze vlog afsluiten. Want mijn stem is niet fijn dit. Dus ja. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie binnenkort. Dat beloof ik. Ik kom heel snel weer terug op jullie beeldscherm. I promise. Doei doei.